Goed, dames en heren, volgens mij en volgens onze griffier zijn we nu online. We zullen het zien. Voor degenen die ons online kunnen ontvangen, dus mooi dat u erbij bent. En zeker voor u in de zaal, al dan niet op de publieke tribune. Mooi, welkom. Voor een, wat ernaar uitziet, een buitengewoon korte, maar wel formele raadsbijeenkomst zal zijn. Immers de vragen naar aanleiding van de ingekomen stukken zijn al uitvoerig in de commissie aan de orde geweest. En er zijn eigenlijk alleen maar hamerstukken. Maar goed, dat weet ik pas zeker als u de verafstelling van de agenda heeft gedaan. Dat is agenda punt 3. Bij deze wat mij betreft wel de opening. Bij wijze van mededeling. De heer Oudeboon is verhinderd vanavond. En dat geldt ook voor de heer Zuur. Voor het overige zijn wij compleet. U heeft vanmiddag de mededeling aangetroffen over het vaststellen van morgen door het college van BNW van de begrotingsvoorstellen voor het komende jaar. En het doorkijk naar de jaren daarna. En als mede het bestuursprogramma. Dus ik stel me zo voor dat u bij eventueel vroeg aflopen van deze bijeenkomst ook een nuttige besteding van de avond kunt hebben. Met de veelheid van stukken die vandaag is losgekomen. Verder geen mededelingen. Zijn er opmerkingen ten aanzien van het vaststellen van de agenda? Heeft iemand daar opmerkingen of vragen bij? Is niet het geval, dan is de agenda al eens vastgesteld. Dan de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken. Zoals al gememoreerd, een heleboel zijn al langsgekomen in de commissievergadering. Verdere verdieping van de informerende brieven van het college. Heeft iemand opmerkingen over de voorgestelde wijze van afdoening? Niet meer het geval. Dan is conform de voorgestelde wijze van afdoening nu besloten. Dan zijn we bij de agenda punt 6. Twee hamerstukken. Die na bespreking in de commissie zijn overgebleven. In zaken het tweede ontwerp begrotingswijzigingsbesluit 2018 van de gemeenschappelijke regeling EMCO. En een voorstel van BNW in zaken de wijziging van de bomenverordening gemeente Coevorden 1999 en het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kommen. Bij deze hamerslag zijn die dus akkoord te bevonden. Al dus vastgesteld met algemene stemmen. Er zijn geen stukken met een korte stemverklaring. Er zijn ook geen bespreekpunten. Dus ik ga over tot het sluiten van de vergadering. Dit is het absolute record. Vergadering gesloten. En buiten de vergadering nodig ik u nog uit naar een voor mij reeds aangekondigde presentatie. En onze expert zit al op de tribune voor het prachtige begrotingssysteem Pepperflow. En ik wens u daarbij een informatieve avond. En ik kijk alvast uit naar de discussie met u als raad in het kader van de begrotingsbehandeling in november. Dank u wel en voor straks na de presentatie wel thuis.